Peter Stina. Ik kom uit Stina en ik ben 22 jaar. Ik doe nu als beroep in een kledingwinkel, verkoopstippes. Ik heb grafische gestudeerd en ben ook afgestudeerd als etalagist-decorateur. Dus nu ja, in een kledingwinkel is dat heel toepasselijk. Kan ik zowel verkoop doen, etalages doen, zelfs mijn grafische soms zo'n beetje mee inzetten. Dus het is wel plezant. Liefst verkoop, omdat het is toch met mensen bezig en zo. Doe ik liefst verkoop, ja. Ik ben graag met mensen bezig, toch. Ik heb altijd paard gereden, maar daar ben ik nu mee gestopt. En voor de rest, momenteel doe ik niks. Omdat mijn vader, die deed motocross. En ja, de weekends waren al ingepland voor mijn papa. Maar ik stond daar volledig achter. In de week deed ik wel verder paardrijden, maar ja, dat was dan niet genoeg. Je moest meer. Allee, ja. Maar ik ging mee met papa dan. Hè. Ja, inderdaad. Meer met vriendje en zo. Het heeft ook een drukke sport. Dus. Maar ik sta daar volledig voor 100% achter. Ja. De mensen hebben altijd gezegd, allee, Tina, doe het eens mee aan een misverkiezing. Maar ja, nooit de stap durven zetten. En mijn vriendin, die ook hier aan meedoet, Stefanie, die heeft me dan ingeschreven. Want zelf had ik het nooit gedaan, nooit gedurfd. Maar voilà, hier sta ik dan. Dus, ja. Ja, nee, vooral omdat mijn vriendin heeft ingeschreven eigenlijk. Ik wou dat wel heel graag doen, maar ik durfde nooit de stap te zetten. Dus, maar nu zou ik misschien wel verdere misverkiezingen nog durven doen. Omdat ik nu toch de stap heb gezet dan, zou ik toch wel durven nu verder te gaan. De fotoshoot vond ik heel leuk. De eerste fotoshoot voor eigenlijk het bier te promoten. Had ik zo van, ah, je hebt een eerste fotoshoot, maar echt, de foto's zijn prachtig. Echt. Chantal heeft haar best gedaan, echt onze fotograaf. En iedereen die er rond zit eigenlijk. Heel de organisatie, heel chapeau, echt. Dus je moest heel creatief zijn. We mochten zelf kiezen, kleding, hoe we geschminkt werden, ons haar gedaan werd. En we moesten op een creatieve manier eigenlijk het bier voorstellen. Dus, en ik had zo een stoerdere, ik dacht, ja, iedereen gaat zo, ik dacht, ga een keer iets stoer doen, een stoere fotoshoot, ja. Nee, eigenlijk drink ik niet graag bier, maar ik heb wel zeker het bier geproefd. En als ik moet kiezen tussen de drie, dus blond, trippel en de donker, dan kies ik voor de blonde, toch. Ja, ja. Dan ja, moeten we mee naar promos gaan, als er nieuw bier wordt gemaakt of ja, een voorstelling wordt gegeven, ja, dan moeten we erbij zijn als gezicht. Hè. Eerst en vooral wil ik zeker zeggen dat iedereen het verdient om te winnen. Ik natuurlijk ook. Ik doe ook zeker mee om voor de prijs te gaan, maar iedereen verdient om te winnen. Waarom misschien ik? Omdat ik ben graag met mensen bezig. Ik zit ook in de verkoop, dus ik zou het bier ook heel goed kunnen vertegenwoordigen. Wat is je favoriete drankje? Favoriete drankje? Ik ben meer voor zoete dingen. Dus zoals cocktailtjes zo. Maar bier wil ik ook gerust proberen. Ja. Mijn favoriete eten? Toch typisch Belgisch, de frietjes. De frietjes, de Belgische frietjes. Je favoriete vakantiebestemming? Toch iets zonnig, dus Turkije. Ja. Ja. Ik ben er over 2 weken naartoe geweest en het was echt super. Ja. Ik heb me heel goed geamuseerd. Een favoriete film? 50 Shades of Grey. Je favoriete activiteit? Met vrienden weggaan. Ja, zo een bioscoopje doen of gezellig iets gaan drinken. Want mijn vriendin die heeft ook een eigen zaak geopend in Bulze. Cheers noemt dat. En ja, daar zitten we meestal. Dus. In ieder geval, Tina, ik wens je nog heel veel succes. Dankjewel. Graag gedaan. Super, ja.